Milan de Meester van Moerteam. Milan, wat verwacht je van deze wedstrijd vandaag? Ja, ik hoop een heel goede uitslag te rijden. Ik heb de afgelopen maand een paar meerdaagse gereden. En ik voel wel dat ik klaar ben om een goede uitslag te rijden vandaag. Wat is de tactiek van de ploeg? ik denk een paar aanvallend koersen. En dan kijken hoe dat de wedstrijd verloopt en daar een beetje op anticiperen. Zou het parcours jou mogen liggen of is het te makkelijk? Ik denk het wel. Ik weet niet echt hoe dat loopt. Het is redelijk golvend. Ik heb wel graag dat het een redelijk lastig parcours is. Ik ben altijd snel na een lastige koers. Dus we kunnen er een lastige koers van maken. De warmte zou een rol kunnen spelen vandaag? Het is niet de eerste warmte. Normaal heb ik van de eerste warmte heb ik meestal wel wat last. Maar ik denk dat het nu wel redelijk gaat meevallen. Er is ook een fris windje. Dus. Wat heeft papa en Erwin jou meegegeven voor vandaag? Je amuseren en goed rijden. Is de ploeg helemaal rondom jou gebouwd vandaag om een goede prestatie te leveren? Niet echt helemaal rond mij. Het is gewoon zo'n beetje, iedereen doet zijn best en we hebben allemaal een beetje een vrije rol. Hoe staan jullie in het ploegenklassement? 11e denk ik. Dus top 10 moet mogelijk zijn. Ja, vandaag is tijd om daar verbeteringen te brengen. Wie zie je als mogelijke kandidaat om te winnen vandaag? Ik denk een keer dat het op de sprint aankomt, Sanne Hulsmans is wel heel rap. Hij heeft de laatste dagen ook veel gewonnen. Dus ik denk dat dat wel de man is om in de gaten te houden. En het Cannibal Team. Ja, natuurlijk. Ja, die zijn ook heel sterk altijd. Oké, veel succes. Dank u wel.